staan hier op de nieuwe Zeitse Voorburg wel. Dit is de bouwplek voor het nieuwe hoofdkantoor van Guerrilla, game studio voor Sony in Amsterdam. Guerrilla is ontstaan in 2000 en ze richt zich dan in eerste instantie op one-shooter killer games. En ze worden groot met Killzone. Jaren later verzinnen ze dat ze eigenlijk een andere wereld willen betreden. En ze verzinnen het concept Horizon. Dat gaat over een vrouw in een post-apocalyptische wereld, honderden jaren na nu. Waarin eigenlijk robot-dino's de wereld hebben overgenomen. En ze ontwikkelen daar een game voor. Dat betekent dat je een hele nieuwe wereld moet ontdekken, want dit is een open wereld game. Dat betekent dat je er doorheen loopt en ondertussen moeten de wolken, de planten en alles zich aanpassen aan het gedrag op een natuurlijke manier. Dan moet je zeker natuurregels herprogrammeren. Ze ontwikkelen die game, die wordt zeer succesvol. Het sluit ook natuurlijk waanzinnig aan in een tijd zoals nu, met een vrouwelijke hoofdpersoon, eco-vraagstukken, artificial intelligence en allemaal van dat soort toestanden. Dus ze winnen prijs op prijs en ze hebben een nieuwe wereld gecreëerd. Niet alleen voor de games, maar ook voor zichzelf en voor Amsterdam. En ze blijven graag op een locatie zoals dit, want dit is typisch het soort plek waar de gameontwikkelaars, een open internationale gemeenschap, graag zit en werkt.